De Raad van Toezicht van de Suriname Toerismeautoriteit, STA, is gisteren door president Santokki geïnstalleerd op zijn kabinet. Gisteravond mocht de sector kennis maken met de 7 leden van de Raad van Toezicht die in de komende tijd de toerismeautoriteit zal moeten operationaliseren. De overheid, de toerismesector, de transportsector en het wetenschappelijk instituut van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn allemaal vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht. Voorzitter Stuart Orassi zegt dat alle leden bereid zijn hun schouders onder het werk te zetten. De taken en bevoegdheden van de toerismeautoriteit zijn verwat in de wet Suriname Toerismeautoriteit en de toerismeraamwet die ruim 6 maanden geleden zijn goedgekeurd in de Nationale Assemblée. Orassi zegt dat de prioriteit voor de STA onder andere ligt bij marketing en branding. Productontwikkeling, regulering, standaardisering, certificering en het verschaffen van keurmerken. En marketing intelligence. En dit alles kunnen we alleen maar waarmaken door samenwerken in het gesegmenteerde en complexe toerisme-landschap. NDP-parlementariër Melvin Bouva is ingenomen met het feit dat er daadwerkelijk wat werk is verzet sinds de afkondiging van de wetten. Hij hoopt dat er binnen 2 jaren een betere basis is gelegd voor het toerisme in Suriname. Een realistische target nemen dat we na een jaar tot 2 jaar tijd kunnen zeggen, ai, we hebben een goede basis, Suriname is uplifting, Suriname is bekender, is een betere bestemming, onze toeristen die kunnen komen, het is toegankelijker, het is een beetje goedkoper om te komen en we kunnen inderdaad wat presenteren aan de regio en de wereld. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat het ministerie beperkte middelen heeft. Echter moet het toerisme in Suriname verder bevorderd worden. Jubitana vindt het daarom goed dat binnen de wetten er mogelijkheden zijn voor de toerismeautoriteit om zelf te verdienen. Het toerisme in voornamelijk de districten moet verder worden bevorderd, meent de scheidende bewindsman. En ik zou ook zeggen waarom. Coroni heeft behoorlijke potentie, maar wat doen we eraan? We halen die SP's niet eruit. Para, het mooiste district. Ja, toch meneer mensen dus, die parabrada. Met heel veel orde, hoe zal het verdienmodel daar eruit zien? Dat alles is opgenomen binnen de wetten. En dat doet ons goed om vandaag, wanneer we hier staan, dat we ons vanaf Broko in, vanuit het ministerie zal de autoriteit zeker een steun in de rug krijgen. Je mag iets wat je eigenlijk van ons hebben toch? Maar daarna moeten ze zichzelf gaan bedruipen. En daar is ook de ondersteuning van de private sector nodig. Minister Jubitana benadrukte dat de toerismesector alleen zal bloeien door de samenwerking tussen de publieke en private sector. In de strijd om het toerisme verder te ontwikkelen zal het wij-verhaal belangrijk zijn.